Hallo beschikkers, jij bent vanochtend bij het Stadshuis. Dat bedoel ik even nog eens weer het persuurtje. Niet het afpersuurtje, maar het persuurtje. En we gaan het hebben over de burgerbegroting 2024. Wat is los met Schreeg? Wat is los met de burgerbegroting 2024? Jij neemt zitten, wethouder Manolf Hokke. Ja, de burgerbegroting komt er weer aan. Ja, die komt er zeker weer aan. We gaan weer beginnen. Twee edities gehad. En je ziet uit de evaluatie dat mensen de burgerbegroting als heel positief ervaren. Dus we gaan weer door. Vanaf eind augustus kunnen mensen weer projecten indienen. Ja, je hebt alles opgepakt. Nu we het zien geen 10 projecten, maar het zien 4 projecten. Ja, we hadden vorig jaar 10 thema's. En we zagen echt dat mensen soms op zoek waren van ja, waar hoort het nou bij? Nou, dan moet je helemaal niet willen hè, dat je aan de voorkant dat mensen zo moeten zoeken. Dus we hebben gezegd, als we er van 10 nou eens gewoon 4 maken, heel overzichtelijk. Want je wil uiteindelijk gewoon iets doen voor je buurt of iets doen voor je stad. Dus vandaar dat we inderdaad van 10 thema's hebben we er 4 gemaakt. Ja, sinds het burgerproject is opgestart, hè, zien er best wel veel ideeën en thema's en projecten ontstaan. Ja, dat is ook het superleuke aan de burgerbegroting. Dat je ziet dat het ja, steeds populairder wordt. Dat we overigens ook wel zien dat er echt sommige buurten zijn waar nog nooit een project is ingediend. En dat vinden we heel jammer. Daar willen we ook echt voor gaan zorgen dat iedereen in Maastricht mee gaat doen aan de burgerbegroting. Want het is nou juist voor de stad en door de stad. Dus ja, heel langzaam gaan we wat dat betreft met de burgerbegroting echt de goede kant op. Ja, we zien al een paar keer door geweest, maar dan zien we altijd maar het oude lui. Ja. Jongeren zien toch ook welkom, hè? Zeker, iedereen is welkom en dat is ook wat uit de evaluatie blijkt. En voordat we mensen tekort doen, want het goede nieuws is dat al die mensen natuurlijk nu al meedoen aan de burgerbegroting. Maar deze wethouder burgerparticipatie zou echt super blij worden als ze volgend jaar bij de evaluatie ziet dat de gemiddelde leeftijd inderdaad geen 60 is. Maar zullen we gewoon de lat eens een beetje hoog. Laten we de gemiddelde leeftijd nou eens gewoon op 40 leggen. Gewoon voor volgend jaar. Dat zou super mooi zijn. Want dat betekent dat steeds meer verschillende mensen uit de stad meedoen. Hè. En daarbij zie ik ook wel dat het echt een uitdaging. We hebben laatst met de raad ook gesproken. Ja, ook over jongeren betrekken bij de politiek en jongerenparticipatie. Dat is heel ingewikkeld. Maar dan moeten we niet uit de weg gaan. Want samen maken wij deze mooie stad. Hè. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat is ook. Ik ga nog de microfoon geven en dan mag Geer gaat tegen onze kikker zeggen. Zo zeggen, je mag even in de rol van Wat is Loos in Maastricht. Ah, kijk, dat heb ik natuurlijk altijd al gewild. Nou, Wat is Loos in Maastricht? De burgerbegroting. Stop, dan begin je met Hallo beste kikkers. Oh, dan begin ik met Hallo beste kikkers. En dan moet het verder in het Maastrichts. Maar ja, Jeffrey is alweer gestopt met die cursus. Ik kan alleen maar zeggen, de burgerbegroting is van jullie, voor jullie. We gaan vanaf half mei weer beginnen. Dus ik zou zeggen, als je het wil in je buurt, als je het wil in je stad, dien je project in bij de burgerbegroting. En wie weet zie ik u dan en wordt het project uiteindelijk uitgevoerd. Hoe mooi is dat? Ja, beste kijkers, bedankt voor het kijken. Burgerbegroting 2024, tot de volgende keer. Wat is los met Schreeg? Wat is los met de burgerbegroting 2024? Oh, ik weet wat los is in mijn streek.